Goed jullie allemaal te zien. Ik sta een beetje achter die speaker hier, dus ik zie een aantal mensen daar niet, maar ik ben er wel. En Bas, die staat nog heel gezellig te kletsen. Hij is oudste van dienst, dus je mag met ons de dienst komen openen. Dus zoek allemaal een plekje als je dat nog niet hebt en ga lekker zitten. Dat is even de afspraak met de gemeente, dat we zittend de dienst doen. Ja, goedemorgen allemaal. Goed in de microfoon spreken. Heerlijk dat jullie er allemaal zijn. Weer een grote getale op deze mooie dienst. Mooi weer. Welkom ook aan Auke Sloten. Hier is hij samen. Welkom allemaal in Gods huis. En ik geloof dat wij Gods huis zijn. De gemeenteleden, dus we zijn hier bij elkaar en we vormen Gods huis hier in het park. En de wereld is natuurlijk ook Gods huis, de bomen en het hemelgewelf. Ik zie een hoop kinderen. Ik denk dat er kinderdienst is, de groepen. Dus ik weet niet, ja, volgens mij mogen ze nu in de groepen gaan. Klopt dat? Zijn er, ja, ik zie bordjes omhoog gaan. Benjamin zie ik daar gaan. En Levi zie ik hier. Hartstikke leuk. Nou, jongens en meiden, ik wens jullie een hele fijne dienst toe. Jozef. Nou, het zonnetje schijnt, dus dat gaat helemaal goed komen.
Ik hoorde nog altijd zo zijn dat we in het zonnetje zaten. Lekker. Op het grasveld. Konden genieten. Nou, de kinderen gaan naar hun eigen dienst. En ik wil een gedicht voorlezen. Ik heb zijn beeltenis maar vaag in mijn gedachten. En ik weet haast niets van hoe hij sprak en hoe hij keek. Ik zou willen weten hoe hij liep en hoe hij lachte. Ik zou willen weten hoe hij door zijn haren streek. Ik zou willen weten of hij appels at, noten. En hoe hij hoestte als hij bij de oever stond. Hoe hij zijn baard geknipt heeft en zijn neus gesnoten. Iets van zijn oogopslag, zijn tanden, zijn mond. En hoe hij sliep en heeft hij ontbeten. En of hij koffie dronk of thee bij het ontbijt. En of hij wel eens met de deuren heeft gesmeten. En of hij hield van knoflook, zoetigheid. Maar ik ruik wierook. Plechtig klinkt in alle talen wat hij gezegd heeft. En ik verdwaal in mijn gebed. Want ik zoek de kleuren van zijn kleed en zijn sandalen. Ik zoek gewoon de man van Nazareth. Ik zoek gewoon de man van Nazareth. We zijn volgelingen, maar we zijn ook zoekers. Volgelingen van Jezus. We zoeken zijn stem, zijn gedachten, wie hij is. Ik wil twee liederen met elkaar gaan zingen. En God, leer mij te gaan over de golven.
in vertrouwen u te volgen, te gaan waar u mij heen leidt. Leid mij verder dan mijn voeten kunnen dragen. Ik vertrouw op uw genade, want ik ben in u nabij. Uw geest van God in mij te gaan over de golven. In vertrouwen u te volgen, te gaan waar u mij heen leidt. Leid mij verder dan mijn voeten kunnen dragen. Ik vertrouw op u. Je vrijstellen van het oudsterschap hiermee. En willen we bidden voor de tijd die voor je ligt. Heer, dank u wel. Heer, dat Teun zich zo heeft willen inzetten. Heer, voor de gemeente. Dank u voor de bijdrage die hij had. Heer, voor zijn meedenken. Heer, zijn meebidden. Meestrijden. Heer, en willen we Teun en Margriet en nu ook weer de zegen meegeven in de tijd die voor hen ligt. Heer, u weet wat u met ze wil. Heer, wat er bij hen past, waar ze goed in zijn. U kent hun harten. En ik wil u bidden, Heer, om uw rijke zegen over Teun en Margrita. Heer, dank u. Heer, dat ze beschikbaar waren. En zegen ze nou, Heer. Geef ze rust. Geef ze vrede met alles wat er gebeurd is. Heer, als er zaken fout zijn geweest, Heer, wilt u ze herstellen. Heer, dat ze mogen terugkijken met elkaar op een mooie periode. Heer, dat er niets is. Heer, wat er fout in zit en wat toch weg moet gaan. Wees gezegend. Amen. Margriet, voor jou. Ja, volgens mij, Teun, heb jij iets met bloemen en planten. Dus, maar Margriet, ze is even hartig gegund namens de gemeente. En jij ook gewoon. Weet je, je staat Teun toch af. Je praat ongetwijfeld met hem. Je denkt mee. Je bidt mee. Ja. Dank jullie wel. Okay. Bij die boom staat een bordje op. Je kent de gift-app voor giften aan de gemeente. Die weet u vast te vinden na al die tijd. Dan wil ik u de zegen meegeven. Gemeente, wees gezegend. Met de liefde van de Vader. Hij houdt van ons. Hij zorgt voor ons. En we mogen zijn kinderen zijn. Wees gezegend met de genade van de Heer Jezus. Auke zei al, hij gaat terugkomen. Hij is er voor ons. Hij wil ons helpen. Sterken. Wees gezegend. En ik wil jullie zegenen met de Heilige Geest. Die in jullie woont. Je bent een tempel. Van de Heere God. En de Heilige Geest woont graag in je. En wil je leiden, wil je helpen. Wees ook daarin gezegend. Amen. Stel mijn vertrouwen.
het lot. En heb ik lief, zijn vrede woont in mij. Zie naar hem op en ik weet, hij is mij steeds nabij. Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in zijn hart verdeel mijn levensvol. Eentje tussendoor, dan mag jij de slotopmerking doen. Hey, Menko zei net, van, we zijn natuurlijk ook tijdens het gebed van Job stil geweest een tijdje. En Job, Menko zei even, soms wil de geest, wil God je nou ook dingen laten zien. Als je gewoon stil wordt voor hem, en je neemt tijd voor hem. En zijn aanmoediging is, van doe er dan wat mee. Dus als je bijvoorbeeld nog het pastoraat nodig hebt, als God iets duidelijk maakt van, je moet toch ergens over praten, of ergens voor bidden, ga dan naar het pastorale team. Kortom, als de Heer je vandaag toch een beetje onrustig maakt, of je ergens op aanspreekt, neem dat serieus. Over 2 weken zijn we weer in de kerk op zondag. En de zaterdag ervoor, 2 oktober, organiseren we een hele toffe kidsprace. En ik heb hier flyers, Jolanda, ook voor jou om jeugdgroepen of kidsgroepen uit te delen. En s'avonds, dus middags is er een kidsprace van 4:30 tot 5:30 in de kerk. En s'avonds hebben we een preesavond en die staat op de andere kant. Dus er zijn flyers en die delen we uit, dan weet je ervan. Gedetailleerde informatie komt nog in de week in foto staan. Gezegende week. Niet. Dank u vast, meneer.